samen met Tess Hummels gedaan. En ik moest dit jaar namelijk afstuderen aan de Podiumacademie in Twente, iets verderop achter het station. En ik wou een originele manier om mijn voorstelling de wereld in te brengen eigenlijk. En toen was ik aan het denken en ik fiets hier eigenlijk elke dag langs naar school. En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon vragen of ik misschien hier iets mag laten zien. En toen heb ik contact gezocht met Menno Oudekerk, die is van Nieuwe Twentse Kunst. En die zei, ja, dat mag wel, dat vinden wij wel gaaf, want jij bent een Almeloer, Tess is een Almeloer. En jullie kunnen samen voor het, ik weet niet precies hoe het heet, maar voor de jonge kunstenaars hebben ze een speciaal project. En toen mochten we hierin presenteren eigenlijk. Hoe lang blijft dit hier? Tot en met 16 juni. Ik zie iets met spiegels. Iets wat lijkt op een trouwjurk. Hoort dat bij de installatie? Ja, ik ga straks om 4 uur is er een live performance. En dan komt er een soort van stukje uit mijn voorstelling, maar dan wel echt speciaal hiervoor gemaakt. Want mijn voorstelling gaat over dat ik op het punt sta om te trouwen, maar ik heb eigenlijk nooit willen trouwen. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga niet trouwen, dat doe ik nooit. En dan ga ik toch trouwen. En dan door middel van eigenlijk een soort fragmentarische reis door mijn verleden, en hier kun je dat straks ook zien met foto's, dan kom ik er eigenlijk achter dat ik wel toch wel wil trouwen stiekem. Want ja, niet per se omdat iedereen zijn droom is, maar omdat ik toch wel merk van, nee, daar ben ik wel aan toe. Is dat een beetje autobiografisch? Bijna helemaal, behalve ik ga nog niet trouwen hoor. Dat is nog niet van plan. Maar ik heb toevallig wel allemaal witte jurken in mijn kast nu. Maar nee, ik ga nog niet trouwen. Maar de rest, de verhalen die eromheen zitten, dat gaat eigenlijk over alle mannen in mijn leven. En wat elke man voor mij heeft betekend, goed of slecht. Want van een heleboel dingen kun je natuurlijk leren. Dus vandaar.